kan niet. Waarom dan? Ik dacht, oh, even op mijn bakkesje. Good morning, middag, het is middag. Het is vandaag zonnig. Wow, ik stond even in de tuin, want het zonnetje schijnt volop. Dus ik dacht, oh, even op mijn bakkesje. Het is echt, sun is out. Shining. Ik krijg zin in de lente, als ik dat zie. Het is vrijdag. We hebben redelijk geslapen en wij gaan zo meteen naar Vollenhoven. Dan gaan we even naar mijn zus. Ik begreep dat we dan samen even de andere twee van school gaan halen. Nou, geen idee hoe lang we daar zijn. Verder hebben wij geen plannen. Een beetje aan het fatsoeneren hier voor we weggaan, maar het valt mee. Oeh ja, ik denk dat we die kant op moeten. Kai, we moeten die kant op hoor, anders komen we te laat. Oké. Wil je het tv even uitdoen? Zijn de poes er binnen? Volgens mij wel. Maar waarom moeten we daar? Oeps. Zo, meneer. Nee. Ja. Dat gaan wij dus doen. Ik ben alvast klaar. Jij bent alvast klaar, oké. Okay. We snel, hè? Blijf dit staan. Ik ga alvast sneller. Dat is wel koud, hoor. Oh, hallo. Alsjeblieft. Dankjewel. Maar we gaan toch al weg. Dat was de postbode. Was dat de postbode? Ja, dat was de postbode. Die gaf hem net aan mij. Ik doe wel voorzichtig mee. Hi, hallo, hey, mijn naam is Tucky. Ik doe het nog eens. Hallo, hey, mijn naam is Tucky. Wil jij nog een sjaal doen? Nee. Wow. Is je telefoon mee? Ja. Oké. Nou, ga er maar vast in. There. So good. So. Oh, oh, hey, laat je dat helpen. Nou. Nou. Hoop ik dat we nog op tijd zijn. Ja. Laat. We zijn volgens mij een beetje laat. Maar het is toch een ochtend? Nu is het middag. Het is middag. Ik vind Jede en Rivano leuk. Ja. We gaan snel rijden, want volgens mij zijn we aan de late kant. Ga weg! Ga je dan toch ons... Ga je zijn? 12 uur op. Kijk daar, jij kan ook chakras ontbouwen. Jij hebt nu ook veel meer poppen. Kan deze lamp op? Ja. Oké. Komt omdat ik goed bezig ben. Ben jij goed bezig? Ja. Ja, je bent hartstikke goed bezig. Het lijkt wel een stadion wat je aan het bouwen bent. Zo ben ik al aan. Oh. Kijk daar. Hij blikt je rat. Waar zijn... Oh. Hij is ongezond.
Hey, ik zie er een en nog een. We hebben foto's aangemaakt. Oké. Als ik niet beweeg, blijft het zitten. Maar dit is echt... Die plukjes komen tot hier of zo. Dus binnen no time gaat het heel gek zitten natuurlijk. Ik had geprobeerd met knipjes, maar dat staat ook een beetje gek. Dus ja, goedemiddag denk ik inmiddels. Maar goed, dit ja, ik ga het gewoon proberen. Kijken hoe lang dit stand houdt vandaag. En of het niet heel erg gek gaat zitten. En klein geheimpje. Ik heb 11 oortjes, hè? Kijk. Tada! Zie? Ik heb echt 11 oortjes. Met name die, volgens mij valt deze wel mee. Ja, deze valt wel mee. Maar dit is echt een 11 oortje. En dat is gelijk de reden waarom je mij niet snel met alles vast en mijn oortjes bloot zult zien. Ik heb altijd wel iets, ook als ik het vast heb, ik heb altijd iets eroverheen. Dus dat is een beetje, die bedek ik. Dat is mijn kleine geheimpje. In ieder geval. Dit is het geworden voor vandaag. En ik ben helemaal tevreden mee. En ik ben echt heel blij dat ik deze broek toch heb gedaan van Vinted. Dat ik de gok heb genomen. Want het is gewoon een perfecte aanvulling voor de rest van mijn kleding. Jij moet eigenlijk ook kleren aan, hè? Maar ik wil niet kleren aan. Wil je geen kleren aan? Nee, zo is het gewoon goed hoor. Wil je in je pyjama blijven? Ja, dan kan ik wachten tot het nacht is. Je nee, kan toch niet de hele dag in je pyjama blijven lopen? Nee mama, ze wil te spelen in de kamer. Je kan toch niet de hele dag in je pyjama blijven lopen, Kai? Maar kom op mama. Zo erg zou het toch niet zijn als je erg in je pyjama loopt? Nee, het is niet erg, maar als je in je pyjama loopt, kunnen we niet naar buiten hoor. Wil je vandaag met me mee naar buiten? Een stukje wandelen in het bos? Nou, bos, het maar regent we, elke maar keer. Maar waar wil je vandaag naar, met me heen dan? Ja, dat weet ik niet, lieverd. Maar als jij je pyjama aanhoudt, dan kunnen we sowieso niet naar buiten. Oké, dan ben ik wat aan, maar welke kleren... Maar we gaan eerst even spelen. Nou, als we nou jou eens dezelfde kleurtjes aandoen als mama. Je grijze trui met je bruine broek. Dan heb je dezelfde kleurtjes aan als ik. Maar is dat eigenlijk... Is dat niet wel een leuk? Ik een grijze trui. Maar mama, ja. Ik ga iets voor je maken doen. Tenminste... Mama, wil jij zitten? Nou, ik ga even kijken waar ik jouw kleren heb. Ja, maar ik ga iets lekkers voor je maken, oké? Oh, lekker. Ja, doe dat maar. Even kijken hoor. Wat wil ik drinken van je Chinees? Ja, hier zal ik het aan. Wat wil je drinken? Chinese thee. Oh, Chinese thee heb ik niet. Oh, dat is jammer. Anders? Wat heb je wel? Deze appelsap, optimaal, rosé, thee. Ja, thee. Maar ik heb alleen gewoon thee. Doe dan maar een bakje koffie. Oké. Volgens mij had ik... Zijn grijze trui gewassen. Heerlijke koffie. Waar heb ik jouw grijze trui? Ik weet niet waar ik hem heb. Oh, lekker. Ja, ik dank u. Dat is pas lekkere koffie. Wow, kijk! Ja, het waait heel hard. Hier. Het waait echt heel hard. De stokken waaien de hele tijd al. Zo. Nu ga ik... Wat wilt u graag eten als ontbijt, mevrouw, mama? Oh, als ontbijt? Ja. 'S middags. Doe maar iets met veel vitamintjes erin. Heb je dat? Ja, aardbeien, broccoli. Broccoli, zitten veel vitamine in. Doe die maar. Oké. Broccoli voor mevrouw, mama. En nog twee. Wel ja, doe er maar twee hoor. Goed dan. Oké. Ik heb hier kleren voor jou. Mevrouw? Ja? Mag ik ook een hap van u eten? Nou, vooruit. Mmm, nam, 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 nam.
Lekker. Jam, jam, jam. Probeer maar eens. Oeh. Hallo. Hallo. Wat, hallo. Hallo. Wat mag ik kopen? Nou, mag ik wat kopen van u? Ja, zometeen. Maar ik wil u eerst even aankleden, meneer. Hoppakee! Het waait echt hard. Het waait echt knoeiend hard buiten. Wat zie je? Ik zie het spook! Dat vind ik wel een beetje eng, hoor. Daar word ik een beetje bang van. En weet je wat we moeten gaan doen? Nou? Rennen! Tada! Allebei, grijs met bruin. Hmm. Leuk, hè? Ik heb dus best wel slag in mijn haar. En ook hier kan het op een gegeven moment zo met een boogje gaan staan. Ik probeer het een beetje plat te houden. Maar goed. Ik denk dat jullie de komende tijd maar niet te veel op mijn haar moeten letten. Zullen we dat gewoon afspreken? Totdat het wat langer is. Wat zeg je? Dit is een felle zon. Ja, het zonnetje schijnt mooi. Oh. Kijk eens jongens. Het lijkt wel of het lente wordt als ik naar buiten kijk. Oh, ah, het is een bende hier. En boven ook. Ik ga mijn schoenen aandoen, want het begint zo meteen te regenen. Kom snel. Kom. Nou, we gaan even, ik weet niet waarheen. Ja, hij is nu heel enthousiast, want hij denkt dat we iets gaan halen. Of niet? Nou, ik denk dat we het... ja, dat is een beetje jammer van ons avondeten, mama. Want jij wilt per se naar buiten en ik wil patatjes halen. Bij hij dit patatpas. Hallo. Nou, wij gaan nu eventjes een McDonald's halen. Oh, dat had je al besloten. Ja, maar dat ga ik niet even zeggen. Oké. Hallo. Hallo. Hey! Ah, Stakkie! Ah! Hey. Ik ben grappig, zeg. Oh, ja, je bent super grappig, zeg. Zal ik maar even hier iemand doen? Ja. Los kun je wel zelf, hè? Vast. Je kan het wel, want je hebt hem wel eens vastgedaan. Oh, ik zal een stokje naar beneden vallen van die boom. Gelukkig heb je bij je oranje pasje bij je. Ja, dat is mijn bankpas. Ja. Ik heb van die... Wat zou je mijn vrouw gaat zeggen als je geen McDonald's pasje hebt? Van die tegoedkaartjes heb ik gehad. Dus toen konden we elke keer gratis McDonald's halen. Maar vandaag ook hoor. Nee, nu moet ik ervoor betalen. Ik kan bijna niks zien met die felle zon in mijn ogen. Zo. Het is wel super mooi weer. Ineens nu, want daar straks was het echt niks. Kunnen we een keertje die kant op gaan, want anders zie ik die van de zon steeds weer. Nee, maar kijk, maar daar is ook geen zon. Wat voor tippertjes, mama. Je moet wel goed kijken. Je kijkt of je op groen ging. Ja, zeker wel. Kunnen we deze keer de andere McDonald's nemen? Niet met die man erop, het plaatje, maar die andere. Ja. And melt your cocoa heart. Same way all over again, feeling the
Twee kleine frietjes met beide frietjes. Ja. Ja. En een kipnuggets 9 met zoetzure saus. Dat was hem. Ja. Dat kan niet. Waarom dan? Zie je dat? Ik zie het. Nou, lekker? Ja. Maar in principe lijkt het hetzelfde. Je moet ze zelf eens goed zeggen. Lekker hoor. Wow. Zo. Nou, dat was de Mac. En dit blijft ook iets zitten. We zijn trouwens gisteren zijn we de hele dag in Volhoven geweest. Was het gezellig gisteren? Ja. Ja, hè? We zijn de hele dag in Volhoven geweest. We hebben heel veel gespeeld. Zo. Het begint even te waaien. Wat doen we weg in de basketbal al een beetje boos? Ja, hij luisterde eventjes niet zo goed, hè? Dus dat was gezellig. Sorry. Goedemiddag. Het is zondagmiddag. Ik weet niet hoe laat. Ik moet nog aankleden. Echt een luier dag. Maar goed, ik wil wel eventjes straks naar buiten. Desnoods een blokje om. Maar even frisse lucht is wel belangrijk. En voor hem ook. Hij heeft ook de beweging nodig, want anders is hij niet te houden. Het is net een puppy wat er even uit moet.
Mijn haar is een drama. Echt een drama. Ik weet echt even niet meer wat ik ermee moet. En ik heb hier heel vaak ingezeten. Ik heb vaker ponies gehad. Ik heb vaker boblijn gehad. En dat ik het dan weer wilde laten groeien. En ik weet eigenlijk niet meer hoe ik het toen heb gedaan. Maar momenteel weet ik even echt niet meer wat ik ermee moet. Dan zat ik ook nog wat vlogs terug te kijken daar straks. Vlak voordat ik het had afgeknipt. En toen was het best wel lang. En dan denk ik bij mezelf, ben je toch ook een mutske? Waarom moest het nou weer in één keer zo kort? Waarom heb ik er niet gewoon een stuk afgeknipt en niet gelijk zo kort? Vrouwen. Nou, ik ben ergens wel blij dat ik het heb gedaan hoor. Begrijp me niet verkeerd. Het was ook gewoon echt nodig, want die lange stukken waren echt zo dood als maar kan. En ja, ik zat natuurlijk met die kortere stukken allemaal van wat kaal was geweest. Dus het was echt, het verschil was veel te groot. Dus het moest, het was ook echt wel nodig. Maar dan nog had ik niet zo kort hoeven gaan. Ik weet het niet meer. Het is ook niet interessant voor jullie natuurlijk, maar... Ik weet gewoon even niet meer wat ik ermee moet. Ik ga me aankleden. Haha! Ja. Het is toch weer die. Hé, bus! Hé, moeten jij ook even de trui nog aandoen, hè? Nee, kijk! Ja, was je die kwijt? Ja, toch? Oh, waar lag die dan? Hij lag in mijn mand. Oh, zie je nou. Was die helemaal niet zoek? Ja, dit is dus geworden. Toch weer die broek. Ik kan zeggen dat ik een miskoop heb gedaan, in ieder geval. Dat is ook wel eens fijn. Ik ga even koffie zetten, jongens. We gaan waarschijnlijk zo even hier een blokje om. Even kijken of we een stukje kunnen wandelen hier. Ja, hierachter, verderop achter zijn school, daar zit een heel mooi gebied waar we voorheen altijd wandelden. Maar daar krijg ik hem momenteel dus niet mee naartoe. Dus dat vind ik echt super jammer, want daar heb ik zo gruwelijk vaak met hem gelopen. Het is heel mooi daar. Oh ja, ik heb echt wel zin nu in het lekkere weer. En dan heb ik ook echt zin om weer eens naar de Haveltenberg en zo te gaan. Met, daar zit ook een enorme speeltuin bij die je ook leuk vindt. Maar gewoon de natuur daar. Oh, zo mooi. Echt zo mooi. Maar goed, we gaan het nu eerst maar even doen met wat we hier hebben. En ja, zien jullie later weer. Allemaal aan de andere kant, achter zijn school. Dit hoort er allemaal bij. Daar spelen ze. En daarachter zit dan zijn school. En dit loopt naar, ja, natuur, zeg maar. En daarachter, verderop, liepen wij heel vaak.
Ga je mee? Met enige tegenzin is het gelukt om even hier naartoe te lopen. Dat dieren luisteren in ieder geval naar mij. Luisteren ze naar jou? Ja. Wat goed, Kai. Heerlijk. Hele koude wind. Kijk, ik maar het zonnetje schijnt. En, Mama, ik zie een mensje daar. Wat zie je? Ik zie een mensje daar. Een mensje? Ja, daar. Zo lekker. Vogeltjes fluiten volop. Ah, dat was heerlijk. De wind was heel koud. Maar het zonnetje was zo lekker. Zo, frisse neus. Even bewogen. En nu zijn we weer thuis. Gelijk even de droger aangegooid. Hé, Kai? Mama? Ja. Mag ik iets lekkers? Ja, ik heb niks, lieverd. Straks komt de picknick. Heb je nog chipjes? Nee, ik heb niks in huis. Straks komt de picknick. Oeh, dat was even lekker. Het waait heel hard en de wind is heel koud. Heel zielig. We kwamen net hier de wijk in. En toen kwam er een jongetje aangerend. Jongens, mag ik ook meespelen? En toen renden ze snel weg. Oh, dat vind ik zo erg, hè? Dus ik zat gelijk, ligt niet aan jou hoor, het ligt aan hun. Ik vind het zo zielig. Maar ik weet dat het soort van gebeurt op school. Het gebeurt ook zoals met mij hoor. Ja, hè? Ja, en dat vind ik heel zielig altijd, dat soort dingen. Ja, dat soort dingen is zielig, ja. Ja. Ja, maar als een jongetje aankomt en hij zegt, wil je maar meespelen, dan gaat hij meteen mee huilen. Als het niet, ah ja, als ze wegrennen wel, dat snap ik wel. Dat vindt hij niet leuk natuurlijk. Hij wil ook graag meespelen en als ze dan wegrennen, dan is dat niet leuk. Hè? Nee. Nee, dat is dan niet leuk. Zeker weten, niet leuk. Nee, maar ja, kan gebeuren. Ja, dat vond ik echt sneu. Maar goed, wij hebben in ieder geval heerlijk even een stukje gewandeld. En ik ga nog even wat drinken voor ons pakken. Picknick komt in ieder geval zo. Dus dan hebben we weer even voldoende in huis. Dus dat is wel fijn. Zo, dat scheelt een hoop gesjouw. Good evening. Het is inmiddels zondagavond een uur of 7:15. We hebben lekker gegeten, spaghetti. En Arjen is nog even geweest. Dat vindt Kai ook altijd heel leuk. Ja, het is bedtijd voor hem, dus ik wilde hem eigenlijk douchen, maar dat is er niet van gekomen. Dat ga ik nu niet meer doen, want dan moet hij met nat haar slapen. Dat is ook zo. Dus ik ga proberen om morgenochtend te douchen. Moet ik morgen extra vroeg op, daarom doe ik het ook nooit 's ochtends. Maar ik doe het ook nooit vlak voor het slapen gaan. Want ja, ik vind het gewoon niet fijn voor hem als hij met nat haar moet slapen. Plus, dan kan ik morgen helemaal niks meer met zijn haar. Dus ik doe het meestal gewoon overdag. Maar ja, dat is vandaag niet gelukt. Dus we
gaan het voor het eerst 's ochtends proberen voordat we naar school gaan. Ja. Dus dat is de status. Ja, ik ga nog even snel wat drinken en dan gaan we slapen. En ik ga dus meestal tegelijk met hem. Heel soms ga ik er nog weer uit. Maar ik ben best moe, dus ik verwacht dat ik gewoon in slaap val, eerlijk gezegd. Dus ja, we gaan zo even nachtluien aandoen en de pyjama. En dan is het night night. En mama moet tegen ze zeggen. Er was een jongetje tegen de andere jongetjes. Zullen we samen spelen? En toen werd hij boos en toen ging hij huilen. Nee, iets anders was het. We hadden gewandeld en toen was er dus een jongetje. Die kwam aanrennen naar twee andere jongetjes toe. En toen zei die, mag ik met jullie meespelen? En toen renden die jongetjes snel weg. En toen moest hij heel erg huilen, dat jongetje. En dat vond ik super zielig. Maar volgens mij had ik dat al verteld. Maar ik vond het heel erg grappig. Nee, jij vond het ook zielig. Ja. Ja. Volgens mij had ik dat al verteld daar straks. Echt zo sneu. Ja. Er was ook nog een vader. Volgens mij vader van een van de jongens. Die stond net bij zijn auto. Dus die zei ook nog van... Hey jongens, niemand buitensluiten. Hè? Kom op. Iedereen mag meedoen. Niemand buitensluiten. Dus volgens mij was dat de vader van een van de jongens. Nou, dat vond ik wel goed van hem. Dat hij dat even zei nog. Wie zei dat? Dat was volgens mij de vader van een van de jongens. Maar goed... Wij gaan dus slapen. Dus ik ga nog even snel wat drinken en dan ga ik me klaarmaken. Dag. Goedemiddag. Ik ben in huis bezig geweest. Ik heb het een klein beetje veranderd. Ik kan hier niet zo heel gek veel, vind ik. Maar ik was er een beetje zat van. Want hier gelijk om de hoek, stond de eettafel. En de doorgang naar de keuken is al vrij smal. Plus voor je gevoel, als je de huiskamer inkwam... En dan liep je bijna tegen de stoel op voor je gevoel, zeg maar. Je kon er nog wel langs, maar ik weet niet. Ik vond het gewoon niet zo fijn staan, allemaal. En verder stond alles tegen de muren aan. Dus dan heb je in het midden een soort van balzaal. En de rest stond allemaal tegen de muren aan. Dus ik heb het een klein beetje veranderd. En ik weet dat sommigen het leuk vinden om dat te zien... Dus ik ga even laten zien wat ik heb veranderd. Nou, ik heb sowieso hier tegen de muur had ik wat staan. Dat heb ik weggehaald. Want ik vond het gewoon te veel. Dus ik heb wel meer dingen weggehaald. Maar ik heb nu de tafel meer die kant op geschoven. En meer naar de muur. Dus ik heb wel een stoel weggehaald. Maar ja, weet je, wij zijn normaal met z'n tweeën. Hooguit eens een keer met z'n drieën. En anders kan ik de stoel zo pakken van boven. Dat kastje heb ik nu in het hoekje gezet met de spiegel erop. Ik heb wel de spiegel weer neergezet, want die had ik weggelaten. Maar dan is het wel heel kaal ineens. Dus die heb ik toch wel weer neergezet. Hi. Dus dit heb ik nu zo staan. En daardoor vind ik dit nu wel een heel stuk rustiger ogen. Want daar stond het kastje met de spiegel erop en... dan stond die tafel nog weer daarvoor, zeg maar. Dus ik vind het nu een stuk rustiger. Ja, die kast moest ik natuurlijk wel ergens kwijt. En zoveel mogelijk toch weer eruit gehaald. Dat het niet te druk is. En ik heb de bank wat naar voren gezet. Dat heb ik al vaker gehad, ook op de flat. En die grote plant heb ik daar in de hoek gezet. Die heb ik helemaal om de pot
heen gedaan, want die is ontzettend lang. Die heeft echt 3 of 4 hele lange strengen. Dus die heb ik een beetje ja, om en op de pot gebonden, zeg maar. Dus dat is nu ja, een stuk beter, vind ik. En in principe kun je er achterlangs, maar het gaat meer om het ruimtelijke gevoel, zeg maar. Ik vind het gewoon, ja, ik weet niet. Ik vind het gewoon wat ruimtelijker ogen als je bank niet helemaal tegen de muur aanstaat. Wat vrijer, wat... ik heb die weer als tafeltje neergezet. Die andere staat even boven, die gaat even naar zolder. Daar heb ik wat dingen weggehaald, zodat het wat rustiger oogt. En ik heb nu die plant daar neergezet. En dat vond ik wel een leuk idee van mezelf. Verder heb ik in de zithoek niet heel veel veranderd. Gewoon een beetje nog wat rustiger gemaakt. Kijk, heb ik nu alleen dat ding staan en die plant gewoon wat rustiger allemaal. En de tafel staat nu niet meer zo midden in de kamer. Lang blij dat ik iets anders kan, want het is gewoon een beetje een gekke ruimte met hier natuurlijk deze hele hoek en dan de trap en ja, hier de opening. Dus ja, je hebt gewoon minder ruimte dan wat ik op de flat had. Ik vind het eigenlijk wel beter zo. Het voelt beter. Soms heb je dat, hè. Dan voelt het gewoon, je voelt gewoon dat er iets niet lekker staat of zo. En dan kun je niet, weet je niet goed wat, totdat je gaat schuiven en doen en op een gegeven moment denkt, ja, het is beter. Dus daar ben ik gisteravond en vandaag druk mee geweest. Ik heb net even een was in de droger gegooid. Ik ben heel moe, ik had hoofdpijn. Echt belabberd. Dit moet ik nog even opruimen. Dat is schoon. Ik ga zo even een bakje koffie zetten. Kai net van school gehaald. En verder niks. Verder geen nieuws. Nee, verder geen nieuws. Daar ben ik druk mee geweest. En het is lastig, want ik zit een beetje elke keer met de planten. Ik heb hier gewoon minder licht dan op de flat. En dat merk ik gewoon aan sommige planten. En aan die kant van de kamer gaat het nog wel. Maar deze hele kant van de kamer is echt behoorlijk donker. En ook de paar planten die ik nu in de... Een paar planten die nu in die kast staan, nou ja, die lange bijvoorbeeld, die heeft eigenlijk heel veel licht nodig. Deze houdt van een hele lichte plek. Het is even afwachten of dat het allemaal een beetje blijft doen. En deze, die ik nu dus helemaal om de pot en omhoog heb gedaan... Die hing meer die kant op en daar deed hij het heel goed. Dan hing hij echt bij het raam. Dus ik hoop dat hij het hier ook gewoon goed blijft doen. En die grote bovenop heeft eigenlijk ook veel licht nodig. Krijgt hij niet echt daar. Maar ik heb gewoon geen betere plek. Ik heb echt geen betere plek ervoor. Dus ja, ik moet het natuurlijk doen met wat we hebben en met de indeling die we hebben en met wat mogelijk is. Dus ik hoop dat de planten het volhouden. Ik weet wel dat die gaat het wel fijn vinden daar. Die doet het altijd beter op een iets lichtere plek. En over een tijdje zul je ook zien dat de bladeren, de nieuwe bladeren, zijn dan ook wat lichter dan de bladeren die hij nu heeft. Als een plant donker staat... worden de bladeren ook donkerder. En als een plant op een goede plek staat, of als die het nodig heeft vrij licht, dan zie je vaak dat de bladeren ook lichter worden. En bij deze zie je dat heel erg goed. Als deze donker staat, krijgt hij eigenlijk voornamelijk van die wat donkerdere bladeren. En op het moment dat ik hem een paar maanden echt licht heb staan, kijk, dan krijgt hij meer dat lichte in het blad. Wat juist het mooie natuurlijk van deze is. Ja, ik vond het leuk. En ik heb mijn kerstlichtjes die ik om de spiegel had hangen, die heb ik gewoon hierin gedaan. Met een snoertje naar het stopcontact.
En zo hebben we dus ook gewoon een lampje op tafel, want dat had ik ook niet. Ja, ik ga hem afsluiten. Het is overigens dinsdag. Ik ga hem afsluiten en iedereen heel erg bedankt voor het meekijken weer. Nieuwe abonnees, bedankt voor het abonneren en leuk dat je erbij bent. Gezellig. En ja, hopelijk zien jullie snel weer in een volgende vlog. Adios!